Goedenavond allemaal. Oh, je voelde goed dat stoven kapot. Jeuken, Fernand? Nee, laat me dan pas komen. Ik kan het me niet meer permitteren. Chers amis. Doortje, heb jij gedaan met eten? Ja. Kunt jij morgen eens tot bij mij komen? Je zou voor mij iets moeten doen. Ja, Fernand, zou jij 2 seconden nu een deut willen houden? Want ik wil in mijn woorden geplast. Ja, goed. Chers amis. Zwijg al. Chers amis. Denk toch niks? Enfin. Chers amis, ik heb de clubfinanciën nog een keer nagekeken. En het wordt tijd dat de clubkas weer gespijzigd wordt. Ik heb gezegd. Toch weer geen eetfestijn. En waarom niet, ma? Ik kan toch koken? Ja, maar ik heb geen goesting om zoals vorig jaar 3 weken aan een stuk de overschot op te eten, hè? Ja, ja. Ik zeker. Ja, Carmen heeft wel gelijk, hè. Er komt nooit een kat. Nee, nee. Ah, maar dan moeten we deze keer eens vis op het menu zetten. Kat, vis, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Maar wat denk je van een tombola? Ja, ja, maar dan moeten we wel deftige prijzen hebben. Hè. We kunnen niet afkomen met een aansteker of een flessenopener. Oh nee, waarom niet? Een flessenopener, dat komt altijd van pas. Ja. Ja. Bij mij ga je zeker vinden wat je zoekt. Hè. Ah, en krijgen wij dat dan? Nee. Dat kan betalen. Oh, vergeet het dan maar. Zeg, misschien wilt je wel iets bestellen om te eten. Ja? Nee, er nog niet al over. Allee. Maurice, heb je nu weer een kalender gekocht? Ja, de brandweer is op het gemeentehuis langs geweest. Ja, zeg, straks kan ik al zelf kalenders gaan verkopen. Ja. Hé, maar dat is het. De kampioenen die moeten een kalender maken. En dan gaan we die deur aan deur verkopen. Ja. Wat denk je? Pas op. Iedereen verkoopt nu toch kalenders, ja. Hè? De post en de brandweer. Ja, en er worden er een heleboel gratis uitgedeeld. Ja. Ja. Waarom zouden de mensen dan nog onze kalender kopen? Ja, hey, we moeten wel een hele speciale kalender maken. Ah, en wat wilt jij daarop zetten? Foto's van flitsende acties uit matchen van de kampioenen. Ja, van de spits die de bal in de winkelaar krult. Oh. Of de meesterlijke save van de keeper. Ja. Ja. Getruckeerde foto's, zeker. Ja. Ja, er moet toch iets op staan, hè? Ja. Wel, natuurlandschappen. Ah ja, met veel heuvels en bossen en zo. Dat is goed bedacht. Pietje. Jij wilt toch geen almanak met blote vrouwen? Mijn gedacht, hè? Jij, en waarom niet? Allee. Maar je lijkt die film, hè, van die rijpere vrouwen die een naaktkalender maken. Oh, ja. Ze doen dat om geld in te zamelen voor een goed doel. Calendargirls. Ja. Ik heb die film al 5 keer gezien. Welke rijpere vrouwen had je dan gedacht om te poseren? De vrouwen achter de ploeg? Wij? Getruckeerde foto's dus. Bea, dat meent jij nu toch niet? Ik ga niet in mijn blote op zo'n kalender gaan staan, hè? Ja. Nee, natuurlijk niet. Oh, voilà. Dat mogen we de venten niet aandoen, hè? Ja, sorry dames, maar jij bent ook geen fotomodellen, hè? Ja, maar je mag niet vergeten dat die in almanak nog moet verkocht worden. Oh ja, en wat wilde je daarmee zeggen? Niks gezoeken. Ik denk dat de heren ons niet knap genoeg vinden. Nee, dat hebben wij toch niet gezegd? Nee. De heren willen alleen maar zeggen dat je op zo'n almanak jonge kiksjes moet zetten. Hè? Nee, nou, maar wij zijn misschien wel geen 20 meer, maar wij mogen nog wel gezien worden. Hè? Ja, ja. Allee, de meeste toch, hè? Dan geen almanak, hè? Met al dat bloot. Maar spijtig. Voor de clubkast, hè? Ga maar zitten. Wat was er nu zo dringend, voorzitter? Ik wou nog een keer terugkomen op die kalender, hè? Oh, en gisteren hebben ze gezegd dat er geen kalender komt. Ja. Dat was een afleidingsmanoeuvre, hè, Kieke. Om aan bras met ons vrouwen te vermijden. Dus er komt wel een kalender. Sissa.
Maar niet bij ons madame. Hè. Oei. Wie gaan we daar wel op zetten? Ah, lekkere kiksjes. Voorzitter, wat gaan ons vrouwen daarvan zeggen? We moeten dat aan ons vrouwen niet zeggen, hè? Oh, nee. En als de kalender gedrukt is, kunnen ze niks meer zeggen. Oh, ja. Zie, waar gaan we die lekkere kiksjes halen? Hè? Oh, op de markt. Aan Spiet. Laat dat maar aan mij horen. Nu niet voor te stoeven, hè, maar de modellen die ik ken, hè, ik kan ze niet op mijn twee handen tellen. Oh nee, mm-hmm. Omdat je er geen kent. Watch me, waterslagers. Oh, ik heb er genoeg gelanceerd in de tijd. Veedrakken, het is bij Balthazar Boma hier. Balthazar Boma? Oeh. Allee, dat toffe P met zijn schoon moustache. Hij heeft mij vorige week nog de gouden saucisse overhandigd. Hallo? Hallo? Ze kan niet, zegt ze. Ga ik het bij Joyce proberen, hè? Hallo, Joyce. Met Balthazar Boma hier. Hallo? Die modellen, hè, gepistoleerd naar de top. En een keer dat ze er zijn, zien ze u niet meer staan. J.K. Koen Krukken. Zo zeg. Dotje. En, heb je al wat geld gevonden? Waar zou ik dat moeten vinden? Uw uitgaven zijn meer dan uw inkomsten. Ja, en, maar als je nu eens die getallen van kolom verwisselt. Zo werkt dat niet, Fernand. Trouwens, ik denk dat ik u niet ga kunnen helpen, eigenlijk. Doortje, je moet. Doe alsjeblieft, neem mijn boekhouding nog eens door. Intussen zal ik voor u een lekker tasje thee klaarmaken. Allee, vooruit dan. Ja. Zo. Oh. Zo, zeg. Zeg, je mocht dat wel eerst eens afwassen, hè? Oei. Alsjeblieft, ze Doortje. Ah, dat gaan wij deugd doen. Maar zeg, dat is gewoon koude thee. Maar, ja, besparingen, hè. Je moet dat verstaan, hè. Dat drink ik niet op, ze. Nee, ja. Ik ga vandaag toch niet weggooien wat ik morgen nog kan gebruiken, hè, Doortje. Kom maar, Fernand, dat heeft hier echt geen zin, hè. Jij bent failliet. Maar waar moet ik nu beginnen? Ja, je kunt misschien ook kalenders gaan verkopen. Ja, lach maar met mijn miserie, hè. Maar intussen blijven de facturen hier binnenstromen. Ja, en eigenlijk zou je mij ook nog moeten betalen voor dat werk hier, hè. Maar wat ga ik dan moeten doen? Ja, dat zijn mijn zaken niet, hè, Fernand. Zolang dat je mij maar betaalt. Betalen? Ja. Dat mag toch in natura, hè? Maar hekkes, viezerik! Ik ben hier nog niet veel schoonkippen tegengekomen. Nee? Ik heb hier wel al vijf charcuteries zien passeren. Ik durf dat precies toch niet zo goed, zo voorzitter. Ja, wie weet, hoe gaan die vrouwen dat opnemen? Waterslagers, heb je wat zo niet uit mij gezegd? Wil je dat allemaal of wil je die? De bal himself zal het weer een keer moeten vullen. Dag, Botte. Je hebt garantie een schoon poep bij gedacht. Zou je voor mij mijn kopijs een keer willen poseren? Hè? In uw puren. Zo moet het dan precies toch niet, hè, voorzitter. Kunnen we die kalender nu niet beter vergeten? Niemand gaat er willen aan meewerken. Dat denk jij? Allee. Voor genoeg poen, hij gaat de grootste kwezel uit de kleren. Hallo, Black Beauty. Wij zijn van de voetbalclub FC De Kampioenen en we zijn nog op zoek naar een paar mooie...
mooie borsten. Ik bedoel, voor op onze almanak te staan. Excuseer? Ja, maar je moet het niet voor niks doen, hè. Maar wat is uw prijs? Zeg, wat denkt je wel niet dat ik ben? Laat mij dat eens proberen. Excuseer, die vrouw. Excuseer, ik dacht dat u... Kieken. Daar is die vetzak. Hey, ja, kijk eens een pas. Mevrouw dient een klacht in wegens ongewenste intimiteiten. Ongewenst? Maar ik deed dat bij volle roesting. Ah ja? Kom dat dan maar eens uit op het bureau. Ja, ja, maar ik wil zeggen... Ik heb zo'n kalenders met 3 maanden. Of zo'n jaaroverzicht. Of een fotokalender. Ah, dan kun je de foto's zelf kiezen, Fena. Ja, bijvoorbeeld hier. Nee. Grote vrouwen. Of... Hier. Paarden. Je kunt er ook duiven van maken. Van die paarden. Waarvoor moet die kalender dienen? Om te verkopen, hè. Voor een goed doel, hè. En jij zet dat goed doel zeker? Ik moet binnenkort onder mes zijn. Mijn rug. En oh, zo'n operatie, dat kost stukken van mensen. Oh, ik ga dat niet betalen. Jij zei nog altijd hetzelfde van vroeger op school. Toen verkocht jij ook van alles. Krulspelden, ja. Snuifdozen. Ja, ja. Tot zelfs het valse gebit van uw grootmoeder. Ja, dat weet ik nog. Ja, ja, gelukkig heeft dat mensje haar tanden maar 3 weken moeten missen. Ah, heb je ze dan daarna teruggegeven? Nee, mijn grootmoeder is dan gestorven. En een honger? Dat weet ik niet meer. Als het is om te verkopen, dan pak je toch beter een fotokalender. Kijk, dat geeft meer cachet, dat is luxueuzer. Hè? Ja, luxueuzer. En die prijs ook, luxueuzer. U kan u natuurlijk altijd de prijs maken, Fernand. Aan hoeveel kalenders had je gedacht? Ja, pak zo wat. Een stuk of 500. Zo. Wel, dan druk ik u een 500 kalenders voor €900. €900, zeg, dat kan ik niet betalen. Nu dat mijn vrouw moet geopereerd worden. Ik dacht dat jij moest geopereerd worden. Ja, ik ook, hè. Rugpijn, dat is erfelijk, hè. Ik kan u ook een pak kalenders gratis geven. Hè? Huh? Kijk. Maar ze zijn wel van vorig jaar. Huh. Ik, welkom, geef maar hier. De mensen zien het verschil toch niet. Mijn vrouw en ik zijn u eeuwig dankbaar. En uw rug? Hoe mijn rug? Ha, die ook natuurlijk, hè. Ook niet meer, hè. Ja. Misschien moeten we dan toch aan onze vrouwen vragen. We zullen wij niet anders kunnen bij gedacht. We moeten roeien met de spalen die we hebben. Al zit er hier en daar al wat slijt op. Oh, is het zo dat je een manier gaat vinden om de clubkast te spijzen? Ja, al iets gevonden? We hebben er nog eens over nagedacht en we willen toch een kalender maken. Ja. Ja. Met u. Ja. Allee. Ja. Zijn we ineens wel knap genoeg? Ja. Oh, we hebben nooit gezegd dat jullie niet knap genoeg waren. Nee, hè? Toch niet met zoveel woorden. Allee, wat zal het zijn? Hè? Doet je mee of doet je mee? Oh, zeg. We kunnen het ook aan andere vrouwen vragen, hè? Ja, maar die willen niet. Maske wil zeggen dat wij die niet willen, hè, verdomme. Ja. Onze eigen vrouwen gaan voor, hè? Ja, jij bent onze eerste keuze. Ik doe mee. Huh? Ja, iedereen mag weten wat voor een knap vrouwke mijn ventje heeft. Wat? Zo. Wel, ik doe ook mee. Ja, op voorwaarde wel dat geen platte toestanden worden. Oh, ja. Daar zal ik wel voor zorgen, hè. Maar als een almanak telt wel 12 maanden, hè, dames. Ja. Oh, alle, zeg, laat u niet kennen, hè. Oh,
Allee, wat. Ja, allee. Doortje. Kom aan, doe nu mee. Doe het voor de clubkast. Maar nee, ik ga niet helemaal in mijn blote een almanak staan. Nee, je mag die brilletje ophouden. Allee, Pascal. Kom aan, jij mag niet ontbreken op onze kalender. Hè. Nee, jij bent het hart en de ziel van onze club. Jij bent ons moeder. Ons boma, wilde zeggen. Allee, kom. Pascal, je mag er zeker van zijn dat ze u van uw schoonste kant gaan fotograferen. Ze. Ja, zeg Emma, wat als ze tegenwoordig allemaal al niet kunnen camoufleren en wegwerken met Photoshop. Uw rimpels, klik, klik, klik. Uw dubbelkin. Proficiat, Mark. Goed bezig. Dank u, Paul. Goed. Ze moeten niet meer aandringen. Oh, ik hoor de mensen al zeggen. Allee, wat een oude doos staat hier op die kalender. En Carmen was trouwens al goed bezig. Oh, en ons Madeleine. Ons Madeleine bezien we van haar leven niet meer. Oh. En trouwens, een naaktkalender, dat past niet bij ons. Dat is toch beneden onze stand. Allee, is dat niet, Maurice? Hé? Maurice, luistert jij wel? Wat is het? Waar zei jij eigenlijk mee bezig? Ah, allee. Wat is dat? Pascalke, je moet niet denken... Is het dan nu dat er in je kist zit? Ja. Ja, dat is mijn feminatheek. Dat zijn kunstfoto's. Ik heb jaren aan die collectie gewerkt. Indeling volgens thema, van waar ze komen, het jaartal. En dan natuurlijk het type van vrouw en de haarkleur. Maurice, waarom steekt jij dat nu weg voor mij? Omdat ik dacht dat je zou gechoqueerd zijn. Oh, toch niet voor zo'n foto's. Allee. Ah. Ja. Sorry. Ik heb u verkeerd ingeschat. Ja. Ik moest die vroeger altijd verstoppen voor mama. Als zij die foto's ooit zou gezien hebben. Hè. Maurice, je gaat mij nu toch niet vergelijken met je moeder, hè? Nee. Natuurlijk niet. Aha. Weet je dat jij best ook nog zo zou kunnen poseren? Wat heb ik daar juist gezegd? Hm? Ah, heb jij iets gezegd? Ja, maar dat heb jij natuurlijk niet gehoord. Want jij werd veel te druk bezig met je blote madame. Ah. En wat heb je dan gezegd, Pascalke? Wel, dat ik nooit of nooit in mijn blote zou poseren. Ik zou dat nogthans graag zien. Echt? Het is niet omdat je al wat ouder bent en een maatje meer hebt, dat je niet mooi meer bent. Een maatje meer? Ik? Ja. Ah, wel, merci, hè. Ja. Jij hebt een heel mooi snoetje, weet je dat? Ja. Oh, met van die fluweelzachte kaakjes. En schattige oortjes, zeg. Is de biologieles bijna gedaan? Of gaat je mij straks nog dissecteren? Maar nu, ik maak je alleen maar wat complimentjes. Ja. Oh, jij hebt de juiste mate. En alles zit nog op de juiste plaats, hè? Oh, zeg, Paul. Hou nu eens op met je seksistische praat. Ik mag toch zeggen dat ik u mooi vind? Oh, je moet niet hypocriet doen. Ik weet perfect waar dat jij op aanstuurt. En uw gevlei zal niet pakken. Ik ga niet bloot. Hm? Ja. Je beseft niet wat een unieke kans je laat liggen, hè? Een unieke kans om mij onsterfelijk belachelijk te maken, ja. Nee, een kans om aan iedereen te laten zien wat een pittige vrouw dat je bent. Ja. Want dat zei jij. Pittig. He? Ja, dat kan wel goed zijn, maar daar heeft niemand zaken mee. Oh, stop nu toch eens mee voor te doen als een trutteke of een tantalonneke. Maar hoor u zelf nu toch eens bezig? Jij vindt dat dus goed dat vreemde mannen op uw vrouw zitten geilen? Oh, Doortje. Zeg, wij maken een stijlvolle naaktkalender, hè? Ja, geen playboy. Dat is maar hoe dat je het noemt, hè? Oh.
En je zou kunnen laten zien dat je het mooiste lichaam hebt van alle kampioenenvrouwen. Hm? Het mooiste lichaam heeft toch Bieke? Ja. Bieke? Nee, Doortje. Jij? Ja. Oh, je moet niet liegen. Ik zie dat ook wel, hoe dat jij zit te kijken naar haar als ze mijn kortrokske het café binnenkomt. Ik kijk zoals ieder normale gezonde man kijkt, hè. Ja, maar het is niet omdat Bieke een paar jaar jonger is dat ze knapper is, hè. Hm. Trouwens, uw borstjes zijn veel mooier, hè. Serieus? Hm. Pittiger. Zeg, wacht eens. Hoe weet jij dat? Heb jij die van Bieke dan al gezien? Paul? €400 almanak en dan €5 een almanak. Dat is 5x0 is niks. Schrijf de nu een contract. €2000. Hé, hey, verdaal jongen. Kassa, kassa. Goedemorgen. Ah, dat is voor de kalender zeker. Hoe dag het raad. Voilà. Wel, ik heb hier dus een uniek exemplaar met dus echte kunstfoto's. Hè. €5, die is van u. Oh, dat is een misverstand, denk ik. Ah. Ik verkoop kalenders. Ik was eerst. Trouwens, ik vind dat je voor mij ook eens iets mocht doen. Hè. Ik koop elk jaar mijn kalender aan de brandweer. Hè. Jij? Je hebt ons ieder jaar doorgestuurd, wil je zeggen. Ja. Ja, maar dat moet je verstaan, hè. Ik ben een arme sukkelaar. Allee, €5. €5 voor een kalender van verleden jaar. Ja, maar ja, je moet dat bezien als een belegging. Hè. Die prijs stijgt elk jaar. Dat gaat zo mee antiek. Hè. Nee, bedankt. Wel ja, dat is goed. Stap het dan maar af. Gier je pin. En jij moet niet denken dat ik u ga bellen als mijn kop afbrandt, hè. Mijn chers amis, beste vrienden. Als voorzitter van FC De Kampioenen en als uitdenker van het kalenderinitiatief is het met fierheid dat ik u kan mededelen dat er nog twee gezichten... Gezichten met alles wat erbij hoort, hè? Ja, ja. Nog kunnen toevoegen aan onze almanak. Want wie heeft er nog zijn deelneming bevestigd? Teresa Lucia. Applaus. En ik ben blij, Teresa Lucia, dat je alle twee ook een volle maand zult kunnen vullen. Bon. En nu nog november en december. Ja. Allee, Doortje, kom maar, laat u niet kennen. Oh. Allee, ja, het is goed, ik doe ook mee dan. Ja. Oh. 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 Maar op één voorwaarde dat ik zelf mag kiezen hoe dat ik op die foto sta. Hè? Oh, ja, met uw rug naar de camera. Hè? Carmen, je zou nog verschieten van mijn Doortje. Ja, wie niet, hè? Oh. En dan nu nog december, hè? Op Pascal, hè? Pascalke. Wilt jij het 12e model op de almanak zijn? Heer Balthazar, vind jij nu echt dat ik eruit zie als een model? Natuurlijk, Pascal, jij bent perfect. En wel, Maurice, als jij dat zegt, als Maurice dat zegt, wel, dan doe ik het. Amai. Ik ben fier op u. Jij bent voor uw generatie een rolmodel. Een rolmodel? Een vol model, ja. Ah, wel ja, doe ze nog eens vol, model. Ah, Markske. Ja? Ik heb er iets voor u. Ah? Eerst, een prachtkalender van 2007 voor slechts €5. Amai, tof. Oeh, dat is er een van 2006. Je had me weer bijna goed liggen, hè, Fernand. Ah, maar jij wilt er een van het nieuwjaar? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is geen enkel probleem, hè, Mark. Voilà, ze. Zo, ze. Alsjeblieft. Hé, hey, tof. Amai. Allee. Zo. Amai, zeg, Fernand. Iedereen verkoopt tegenwoordig kalenders. Ah, ja. Ten brandweer,
Jij, binnenkort de kampioenen. We gaan de kampioenen ook kalenders verkopen? Ja, met naaktfoto's van onze vrouwen. Wat blieft? Bloot verkoopt altijd. Zeg, gaan Carmen en de rest in een blote poseren? Ja, het heeft ons wel een beetje moeite gekost om ze te overtuigen, hè? Ja. Ja, want je moet weten dat meneer Boma dus eerst onze vrouwen niet wilde, nee, omdat hij dacht dat die kalender dan niet zou verkopen. Maar we konden niet anders. Hoezo? Ja, meneer Boma die heeft eerst een paar modellen gebeld, hè? Ja. Maar die wilde niet. En toen zijn we vrouwen gaan zoeken in het winkelcentrum. Mm-hmm. Maar dat heeft ook niks opgeleverd. Mm-hmm. En dan hebben we het van haar moeder maar aan onze vrouwen moeten vragen. Oh! Ja, zeg, en de vrouwen, wat vinden die ervan dat ze maar derde keus zijn? Oh, die weten van niks. Hoe? En maar goed ook, hè. Allee, dag meneer Fernand. En bedankt, hè. Oh. Voilà, wij zijn hun laatste hoop. Wij moeten hun kalender redden. Oh, en Paul mij maar wijsmaken dat ik de knapste vrouw van West-Europa ben. Zalig, de simpele van geest. In hun ogen zet jij anders ook niet direct Miss Universe. Oh, allee. Weet je wat ze met hun kalender kunnen doen? Ja, in hun gat steken. En wel, ja. Ik doe niet meer mee. Ja, je hebt gelijk, Pascal. Ik trek mij ook terug, zo. Ik weet een andere manier om hun een lesje te leren. Oh, ja? Ja. Hallo, even, Mark. Je hebt u toch weer wat in uw handen laten steken. En wie geeft daar nu 5 euro? Ja. Een kieken zeker, hè? Ja, pijkendacht. Ja. In ieder geval, van Kostermans moeten we geen concurrentie verwachten, hè? Ja. Mijn kalender wordt een succes, pijkendacht. Ah, hier onze peeps van de almanak. Vier op een rij, ben je dacht. Echte staars, hè? En ze schitteren weer, hè, mannen? Ja. Wij hebben dan ook de schoonste vrouwen van de wereld. Hè. Ja, kom hier. Laat mij hier nog eens goed vastpakken, hè. Mijn Claudia Schiffer. Laat mij los, hè. Hypocriet. En wat krijg je nu? Ik krijg niks, maar jij krijgt ze biedt een rammeling. Wacht maar. Zeven ze stuwen door. Je zult dan niet meer lachen. Wat hebben wij nu misdaan? Wij weten dat wij maar derde keus zijn voor die kalender. Dat is niet. Nee, jij wordt altijd onze eerste keuze. Ja, Xavier. Allee, wij gaan toch niet aan onze eigen vrouw voorbij gaan, zeker? Stop mij liegen. Of ik bind u 3 weken vast aan ons bed. Allee, ja, je hebt gelijk. Je wordt niet eerste keuze. Je hebt weer uw mond voorbij gepraat bij madame, zeker, Kieke? Maar nee, ik heb niks tegen Bieke gezegd. Nee, maar wel tegen Fernand. En ik heb alles gehoord. Oh! Jij denkt toch niet dat wij ons nu nog gaan uitkleden, zeker? Nee. Maar Pascal, dat kunt je ons toch niet aandoen? Nee, we hebben dat geld echt nodig voor de clubkans. Ja, en de studio ligt al vast, hè? Ja. En de fotograaf ligt vast. Die naar kalender moet er komen. Oh, wel ja, gaat er dan zelf op staan, hè? Met uw spelers, hè? Allee, Sjoeke, wij zijn toch geen fotomodellen? Nee, dat moet ons niet vertellen, hè. Merci, hè, Mark. Dat is uw schuld. Zie ons hier nu staan. Oh la la. Voor die arme camera wil ik rustig een poseren, ben gedacht. En? In vorm, mannen? Wat doet jij hier? Wij wilden de fotoshoot voor geen geld van de wereld missen, hè? Jullie gaan er toch niet bij blijven? Oh, niet verlegen zijn, hè, schatje. We zijn toch volwassen mensen onder elkaar? Ja. En ik zou ook wel eens willen weten of dat klopt. Dat fabelke. Welk fabelke? Ah, wel. Dat van die neus. En je weet wel. Zeg, mannen. Kies maar een attribuut uit voor op de foto.
Zeg! Niet overdrijven, hè? Bon. Wie eerst? Ik. Allee, op wat wacht je? Op de fotograaf? Oh, ik dacht dat jij ging trekken. Ah, daar is zij. Hallo, boys, ik ben daar, de fotograaf. Maar zeg maar rust nemen. Oh, maar daar staat hier al een flinke beer voor mijn camera. En oh, wat een ferme saucier. Zie je, wacht. Hier. Onze kanadigheid is de moeite, hè. Ja. En hier, februari. Oh, oh my. Dat heeft allemaal niet veel om het lijf. Jij bent gewoon jaloers. Hier. Dat ben ik. En, hoe vinden wij hem, chefke? Ik vind het allemaal nog wel weinig gedurfd, hoor. Ja. En nu, april. Zeg, die foto's trekken op niks, hè. Ook al je gezicht geen bal. Wel, ik vraag mij af wie daar 5 euro voor gaat geven. Daar maak ik mij geen zorgen over. Die kalender vliegt de deur. Jij denkt dat niemand hangt dat aan zijn muur. Jawel, Sjoeke. Iedereen wil een kalender met breedgeschouderde sexy venten. Ja, breedgeschouderde sexy venten wel, ja. Ja, dat is het. Ik stel voor dat ieder zijn straat neemt. Hè. Johan, gaat jij mee op die straat daar? Hè? Gaat jij... Ja, ik zal die kant wel doen. Xavier, we gaan kalenders verkopen. Niet op kroegen, toch? Ja, ik probeer het nuttige aan het aangename te paren. Zeg, is dat de Fernani? Die probeert graag op die... Die almanakken van vorig jaar nog te verkopen. Hé, Fernand. Je raakt je er niet vanaf. Je kunt er nog altijd die stoof mee aansteken, hè. Allee. Ja. Ja, wel. Goed verkocht. Ja. Of wou het toch niet zo goed lukken, hè? Ik snap er niks van. Niemand is geïnteresseerd in onze kalender. Ha, wie dat meer hebben? Wel, Kostenbas, waar zijn die almanakken? Ah, verkocht. Op de dikke en tik waren die helemaal weg. Zien de mensen dat dan niet, dat jij die oude rommel verkoopt? Ja, enfin, hoe kan dat nu? Ja, omdat op mijn almanakken wel schoon vlees staat. Wieke, heb jij nog wat almanakken die stokken? Ja, de laatste doos. Maar... Voilà. Hier, Fernand. Zo. Zo. Wat zeg jij? Na al die beledigingen aan ons adres vonden wij dat je wel een serieus lesje verdiend had. Ja. Amai. Ja, en ik heb mijn relaties in de reclamewereld aangesproken en we hebben samen dan deze kalender gemaakt. Ja. Zie eens hoe knap mijn Pascalke erop staat. Hier. Oh, Carmen. Komt je zo bij mij stofzuigen? Niet op mij kwijlen, hè, meneer Boma. Ja, voorzitter. Ja, dank u. En blijkbaar heeft onze kalender wel succes. Ja. Alleen al
vanmorgen, hè, heeft Fernand op de markt 500 verkocht. Ja, ja. Van 5 euro het stuk, hè. Kunt je rekenen? Ja, dat is 2500 euro. Oh, merci. Jullie zijn schatten, hè. Oh, niet te vlug. Wie zegt er dat wij dat geld gaan afgeven aan de clubkas? Ja, wij gaan de winst delen met Fernand. Ah, ja. Ja, dan kan die sukkelaar zich deze winter ook verwarmen. Ja. Bedankt. Dat meent je toch niet? Ja. Papa, delen met Fernand, zegt ze. Dus komt de helft toch nog naar de clubkas. Nee. Dat geld dat komt ons toe. Hè? Wij hebben dat geld verdiend. Wij gaan er eens goed van pakken, hè, Maurice? En ik ga eens ferm de bloemetjes buiten zetten. Bye. Ja, schat ik, hè? Je moet niet opblijven, hè? Het kan laat worden. Bye. Sjoeke, je laat ons niet roken wel uit, hè? Bye. En bye. Man, man, man. Miserie, hè?